Dat ik ook zie hoe iedereen met enthousiasme hier naartoe komt en dat men het gevoel heeft dat de conferentie van hun is. En volgens mij is dat wat we willen bereiken. Nou, data hergebruik is van belang omdat we eigenlijk liefst maar één keer ergens iets willen vastleggen. En dan op zo'n manier dat iedereen daar ook in vervolgstappen, of nou in zorg, onderzoek, innovatie, beleid, we dat gewoon opnieuw kunnen gebruiken. Healthcare systems internationally are often characterized by waste, variation and harm. And I argue that one doesn't have data to inform decision making. It's like driving at night with no headlights. Het thema van deze conferentie is Connecting the Dots, dus het verbinden van alle punten. En dat is belangrijk omdat we eigenlijk in Nederland geen geïntegreerde infrastructuur hebben, maar allemaal wat wij noemen puntoplossingen. Nou, die moeten we aan elkaar gaan verbinden. Dus onze conferentie gaat eigenlijk om die punten, de dots, aan elkaar te verbinden. Ik denk dat hier elk jaar iets te leren valt. Te leren valt in nieuwe inzichten, ook weer nieuwe mensen, nieuwe partijen die allemaal hetzelfde doel hebben. Voor mij heel waardevol, elk jaar. Het is echt connecting the dots, echt verbinding maken met elkaar. En dat, dat is zo belangrijk om ook slagen te kunnen maken in dit veld. Leuk om ook met de opzet van de verschillende kamers om te zien waar iedereen mee bezig is. Dat je gewoon even letterlijk kan binnenlopen en iemand kan vragen van, nou, wat doe jij eigenlijk op het onderwerp? Dit is volgens mij de derde keer inmiddels dat ik de HealthRight-congres bijwoon. En je ziet nu wel een verandering in de discussie. Dus voorheen was het vooral van waarom moeten we iets doen. En nu merk je wel dat de discussies veel meer concreet worden. Dus we zijn nu al een fase verder waar we kijken naar hoe en wie dit gaat doen. Ik ga met een vol hoofd naar huis. Heel veel indrukken, heel veel nieuwe informatie. Maar daar kan ik zelf en ik denk heel veel mensen hier met mij kunnen we lekker mee aan de slag de komende tijd.